In deze aflevering van Dommel Sportland doen we twee sporten. Allereerst zijn we bij darten en daarna gaan we tafeltennissen bij Taverno. Ik ben nu in dartcafé Het Gevel. En naast mij staat Joop de Lange, eigenaar van deze café. Hier wordt veel gedacht, Jo. Het is een volle bak. Ja, we hebben 6 teams zeg maar, voor darten. Op de woensdagavond is er nog dart. Dus eigenlijk heel de week wel darten. Ja. In heel Boksel wordt veel gedacht. Heb je enig idee hoeveel mensen daar wel niet aan meedoen? Nou, ik heb geen idee, maar ik denk gemiddeld bij de cafés wel een 5-6 teams zitten. Dus best veel. Ja. Maar het is niet alleen een cafésport, want ook bij bijvoorbeeld bij de L'Union wordt ook gedacht. Er zijn dus heel veel deelnemers. Ja, sowieso heel veel deelnemers. Ja. Hoe ben je zo toegekomen om hier zoveel dartbanen te hebben? Ja, we hadden er eerst 2, zeg maar, aan deze 2 hier, aan deze zijde dan. En hebben we 2 bijgemaakt, omdat we dus meer teams kregen. En die willen toch het meeste eigenlijk op vrijdag gooien. Dus dan, ja, dan moeten we meer banen hebben. Maar dan heb je nog een hele belangrijke wedstrijd hier bij jullie. Joop Schrenking, genoemd naar jou. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat is? Ja, dat doen we nu voor de 11e keer. En doet Arjen Egge doet dat allemaal organiseren. Wij zijn bij Nanskevee begonnen dan met Joop Schrenking. En gemiddeld zo 25 personen doen er mee en dan zijn dan 5 wedstrijden per jaar. Dus de beste 16 gaan dan door naar de finale dag. Dus dat is een soort kampioenschap van het centrum of zo? Nee, eigenlijk van ons café zelf. Van jullie? Ja. Van jullie café zelf. Ja. En daar zijn grote prijzen aan verbonden of hoe gaat dat? De inleg is €15 en dat is dan voor alle wedstrijden. Dus er gaat een klein deel af per wedstrijd, €40 gaat eraf. En de rest blijft over voor de finale dag. Dus de eerste prijs is rond de €80, zeg maar. We zitten hier in de prachtige accommodatie van Taverbo in Boksel. En naast mij zit de voorzitter van de vereniging, Wilbert van Ruremonde. Ja. Wilbert, je zult wel trots zijn op zo'n accommodatie. Ja, absoluut. Dat is uniek in zijn soort. Er zijn weinig verenigingen die in Nederland dit kunnen hebben. En wij zijn zeer vereerd dat we zo mogen tafeltennissen. Ja, absoluut. Is deze hal van jullie zelf of hebben jullie die gehuurd? Nee, dit is van onszelf. Hiervoorheen zaten wij in de Rots en bij de La Salle. En 12 jaar geleden hebben wij de kans gekregen om dit zo te mogen realiseren. En mede door heel veel vrijwilligers die wij sinds toen al hadden, hebben wij dit zelf kunnen opbouwen. Ja. Kun je iets vertellen over de opbouw van de vereniging in jongens, meisjes, jeugd, hoeveel leden, et cetera? Ja, we hebben op dit moment iets meer dan 100 leden, 105 leden op dit moment. Vrij veel jeugdleden wat dat betreft, meer dan 20 jeugdleden. Dat percentage is redelijk hoog, gelukkig. Dat is minder geweest. En afgelopen jaar is dat gelukkig weer aangetrokken. Verder een heel breed publiek. Echt van jonge kinderen tot oude mensen, zeg maar. Wat ons ook uniek maakt weer, even echt voor de breedte sport gaan. Wij hebben hier topklasse mensen spelen. Dat is echt de hoogste klasse van Nederland. Maar ook de allerlaagste. Dus ja. alle competities, alle klassen zijn hier inzetbaar. Jullie timmeren nogal aan de weg in kampioenschappen en in hoofdklasses. Ik lees regelmatig mooie uitslagen zo in de krant. Ja, dat klopt. Dat is ook het leuke. Dat we dus zowel de recreatieve spelers kunnen waarborgen hier. We hebben ook een eigen BRTC-competitie, zoals het dan zo mooi heet. Dat is de recreatieve competitie die hebben we zelf opgezet. Die is echt binnen Boksel uniek. Maar ook de NCTB, de bond zelf, waar we dus volop aan meedoen. Ja. Die recreatie is voor alle leeftijden, begrijp ik. Ja. Komen die één keer in de week of hoe werkt dat? We hebben op dinsdagmorgen hebben wij een zogeheten oudere clubje wat tafeltennist. En woensdagavond zit nu de recreatieve club die ook nog training wil hebben. Maar verder heb je dus ook mensen die dus gewoon op maandagavond, waar de bedrijvencompetitie, de competitie zelf is, die niet trainen, maar puur komen spelen. Dat is aan de leden zelf. Wil je training hebben? Ja, nee. Alles is mogelijk, zeg maar. De spelers die meedoen aan de competitie, die kunnen hoeveel keer trainen per week of per baan? Die deden 2 keer in de week trainen. Dat is nu terug naar 1 keer in de week, wegens een soort lagere animo. Maar dinsdagavond, dat is zometeen nadat deze club klaar is, komen de echte, ja, de top van de club komt dan hier training geven en nemen. Is het een dure sport? Nee, het is geen dure sport. Je hebt een stukje contributie die we hier betalen om samen de club omhoog te houden. En als je aan de
competitie mee wil spelen, de landelijke competitie, dan moet je nog een eigen bijdrage toevoegen om dus daaraan mee te mogen doen. Maar dat is nagenoeg niks. Dat zeker niet hetgeen wat je voor terugkrijgt. Als iemand lid wil worden, hebben jullie dan een proefstage of dat je een keertje kunt komen oefenen om te bekijken of je daarna lid wil worden of moet je meteen lid worden? Nee, je hoeft absoluut niet meteen lid te worden. Wij zijn een open vereniging. Wij hopen ook zo laagdrempelig mogelijk te zijn om mensen binnen te laten. Er zijn altijd tijden waar je kunt komen spelen. We hebben een mooie website waar alle tijden op staan. Dat is www.taverbo.nl. Dan zou ik zeker zeggen, ga daar eens even kijken. En daar zul je ook zien dat er informatie op staat die de nieuwe leden dus nodig zullen hebben om hier binnen te kunnen komen. Weet dat we bijna elke avond open zijn. Vrijdagavond speelden hier competitie, thuiswedstrijden vaak. En dan zijn op dinsdagavond in de training. Op zondagmorgen zijn we vaak open. Dus er zijn genoeg momenten waarop je al even binnen kunt komen lopen om even te komen kijken. En dan word je garandeerd gastvrij ontvangen. Buiten de sport, organiseren jullie nog andere dingen voor de leden? Ja, absoluut. Ja, wij doen zeker dingen ook buiten de tafeltennis om. Sowieso natuurlijk vanwege de activiteitencommissie. Wij zijn naast een sportvereniging ook echt een gezelligheidsvereniging. Dus naast het sporten is er ook zeker plek in de kantine om een gezellig drankje te doen en een babbeltje te doen. Dus dat is zeker wat hier ook gebeurt, ja. Maar in november hebben jullie een heel groot feest. Hebben jullie een Beierse avond, zag ik hier net in de gang. Ja, dat klopt. Dat is een feestavond die wij vanuit hier organiseren. Dat is ook weer vanuit de activiteitencommissie. Puur om niet altijd de focus op tafeltennis te hebben. We zien het ook bij de jeugd. De jeugd vindt het heel leuk om hier samen te trainen. Maar als je een keer samen met ze naar het safaripark gaat of zo, of iets dergelijks, dan vinden ze het hartstikke leuk om ook eens op andere manieren met elkaar bezig te zijn. Ja. Nou las ik op jullie website nog iets heel bijzonders. Dat moet je me toch eens uitleggen. Judo. Ja, judo. Dat is een hele mooie samengesteld woord van judo en tafeltennis. Wat al aangetoond is in onderzoek, is dat de motoriek van jongeren achteruit gaat. En dat juist door een goede fijne motoriek en een grove motoriek, dat het leervermogen ook verbetert. En daarom hebben wij hier als club gezegd, een aantal initiatiefnemers hebben gezegd, van, joh, kunnen we daar nu iets mee? We hebben sinds nu een jaar een judoclub in deze accommodatie zitten. Die waren op zoek naar een nieuwe accommodatie. En wij zitten niet alle dagen van de week helemaal vol. Dus die hebben de kans gegeven om hier hun judolessen te geven. En samen met die vereniging, dat is Balans, hebben wij gekeken van oké, wat kunnen we nou doen om die kinderen toch die motoriek te geven die ze eigenlijk nodig hebben. En dat is judo geworden, een nieuwe sport. Ja. En dat is voor kleine kinderen? Ja, dus voor kleine kinderen die nog eigenlijk nog te jong zijn om te gaan tafeltennissen, te jong zijn om te gaan judoën. Die dus met oefeningen, spelletjes, toch een grove en een fijne motoriek aan te leren. En daarin dus alvast vooruit in helpen. Ja. Nou, tafeltennis is een ontzettend leuke sport, maar dat heel veel dingetjes waarborgt. Je hebt zowel de hand-aan-oog-coördinatie, maar ook het voetenwerk, wat zojuist al genoemd is door ons jeugdlid. Het is, naast dat is het gewoon een hele gezellige vereniging. We zijn met elkaar bezig, we zijn met elkaar een tafeltennisclub. Ik zeg het ook altijd in mijn voorwoord van het clubblad. Ik doe het niet alleen, het puur doet het niet alleen. Doe het met z'n allen. Dat is wat hier, echt in deze club, zeer zeker naar voren komt. Dankjewel. Graag gedaan. Davy Lommers, captain van de ploeg die hier thuis is. En die ploeg die heet Rin der Telt. Hoe kom je daar nou aan? Het team is al best oud. Ik moet zeggen, ik heb de naam niet bedacht. Dat heeft een mede-collega ooit van mijn team heeft dat bedacht. En ja, die is er toen mee gestopt. En wij hebben gewoon de naam gehouden, zonder zeggen. En het is gewoon zo, Rin der Telt. Hoeveel leden hebben jullie? We hebben nou, even tellen, is 8 volgens mij. Nee, ja, 8. Ja, de competitie. Wij zijn vorig jaar gepromoveerd van de derde naar de tweede. We beginnen met de singles. Dat is best of 5 tegenwoordig. Eerst was best of 3. En dan gaan we naar de koppels tactics. Dat is best of 3. En daarna gaan we door naar de koppels 5 alleen. Dat is ook weer best of 5. En daarna hebben we de bierronde. Dat is de belangrijkste ronde. Die moeten we altijd winnen. En dat betekent dat jullie nu naar de eerste klasse aan het gaan zijn? Ja, dat is wel heel voorbarig, maar we proberen het wel. Maar het zal dit jaar nog even afwachten zijn, aftasten en beter meer oefenen. Waarom ben jij deze sport gaan beoefenen? Nou, mijn vader is al begonnen bij Café Die Twee. Die is er nog niet meer. Die is daar begonnen met darten. En ik keek er altijd aan en ik denk van ja, dat kan ik ook, weet je wel. Dus ik heb ook pijlen gekocht of gekregen.
En heb ik geprobeerd. Ja, dat ging goed. Ik zei, nou, dan ga ik de competitie in. Want ik was toch 17 volgens mij, of 18 dat ik begon. Ja, dan mag je de kroeg in. In ieder geval mijn darten. En ja, zodoende ben ik deze sport in doen. Moet je voor deze sport eigenlijk ook trainen? Ja, het trainen zit er de laatste tijd niet meer zoveel in. Maar ja, iedereen heeft het toch druk. Je vrienden zijn allemaal druk. Maar we proberen het ook één keer in de week wel samen te gooien. Of er bij iemand thuis is of hier, maakt niet uit. En ja, vrijdags is altijd hier gooien. Of daaruit, ligt eraan wat de planning is. Welke kwaliteiten moet je eigenlijk voor deze sport hebben? Nou, kwaliteit, ja, dat is een goede vraag. Ik denk een vaste hand en toch een beetje rekenen. Want ja, uitgooien, dat is toch ook wel heel belangrijk. En vooral als je ja, op deze niveau gooit, dan moet je dat toch wel kunnen. Maar deze sport heeft, darten heeft ook de naam, dat er een biertje bij gedronken wordt. Is dat wel goed voor die vaste hand dan? Ja, de meesten in mijn team die gaan juist beter gooien als ze gedronken hebben. Dus dat is altijd goed. Ja, en het is ook kei gezellig. En altijd met je vrienden gewoon op pad. En ja, we hebben een heel gezellig team. En er wordt inderdaad al wat gedronken. Maar meestal na de wedstrijd? Nee, juist meestal tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd dan slinken ze een beetje in. Is dan de hand beter? Ja, bij sommigen wel. Sommigen die gaan iets minder gooien. Maar ja, bij ons is het nog niet zo dat we echt fanatiek zijn. We doen het echt voor ons plezier. Maar hoe is het nou eigenlijk ontstaan? Want er zijn caféploegen. Er zijn ook ploegen van buurtverenigingen in Boksel. De Weverkes bijvoorbeeld. Bij de Lunion wordt ook gedacht. Waarom in de café dan? Ja, dat heb ik. Naar mijn idee is dat altijd gezellig. Er zijn altijd mensen. Ja, en ja, je hebt bier bij de hand, hè, zoveel als je wilt. Dus waarom niet? Als laatste, maak nou eens reclame voor mensen die nog geen sport hebben om te gaan darten. Nou, ik zou zeggen, als je gezelligheid wil met je vrienden, zou ik sowieso gewoon gaan darten. Ten eerste bier, zoveel als je wilt. En natuurlijk de gezelligheid. Dus ik zeg gewoon, gaan darten. Dankjewel. Dani de Rooij is lid van de tafeltennisvereniging hier. Al lang, Dani? Ja, ongeveer 5 jaar of zo. Zo. En toen ben je als klein begonnen hier en je traint heel veel? Nou, 2 keer per week. Dus niet heel veel. Wanneer dan? Op dinsdag en vrijdag van 7:15 tot 7:15. En dan ga je ook nog competitie spelen of doe je daar niet aan mee? Nou, we spelen ook nog. Ik speel in een team bij de competitie. En dan spelen we iedere zaterdag. En ben je al ooit daar kampioen geworden met je team? Ja, vorig jaar nog. En toen? Wat gebeurt er dan? Nou, toen werden we eigenlijk dit jaar pas gehuldigd. Omdat er toen pas eigenlijk een huldigingsdag was. Maar je hebt ook meegedaan, heb ik gehoord, met de kampioenschappen van de basisscholen. Nou, ik deed dus mee en ik had dus een vriend van me uit mijn klas. En daarmee hebben we gewonnen. Waren die anderen zo slecht of was jij zo goed? Ik denk omdat we allebei zo goed waren, want die vriend die zat ook nog eens op gewoon tennis. En als je gewoon tennis zit, dan kan dit niet zo makkelijk dan? Nou, dan is het eigenlijk ongeveer hetzelfde, maar dan gewoon kleiner. Waarom eigenlijk tafeltennis? Nou, ik ben ook heel veel. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik dacht gewoon van, nou, het lijkt me gewoon leuk om een keer te doen. En we zien wel. Ja, en wat vind je nou zo leuk aan dan? Nou, om gewoon hard tegen die bal te mogen meppen. Ja, maar het gaat niet alleen over meppen. Je moet toch ook iets leren, techniek en zo? Ja, het gaat ook vooral om het voetenwerk. Oh, gewoon voetenwerk? Ja, je moet vooral goed met je voeten staan. Want als je goed met je voeten staat, dan kun je ook de slag beter maken. En heb je hier ook vriendjes en zo dan? Ja, Rijn de Groot en Remco Rooijakkers en Las Laat. Eigenlijk bijna iedereen. Dankjewel. Ja. Niet de captain, want die ligt ziek in bed, Rob Sindorf. Ja, maar naast mij staat Kevin. Kevin van Gerwen. Van Gerwen? Waar komt me daar bekend voor?
mij ook. Ja, ja, bekende naam in Bokstel, hè? Dus. Hoezo? Bekend waarvan? Ja, dat weten jullie. Dat is met mijn broertje, Michael. Ja. Ah, jouw broer is Michael van Gerwen. En ja, die is er vanavond niet, maar ik heb jou zien spelen. Je bent bijna net zo goed, zag ik. Bijna. En dan zonder te trainen. Dus nou ja, de ene week zit het mee en de andere week zit het tegen. En tot nu toe valt het nog een beetje tegen vanavond. Maar avond is nog lang. Dus we gaan kijken wat er nog gaat komen vanavond. Jouw broer is dus tweede van de wereld. Techniek is belangrijk in de dartsport. Ja. Leert hij jou ook iets? Het zou wel mooi zijn, maar daar is hij te veel voor weg. En nee, daar zien we elkaar denk ik te weinig voor. Ja, hij is natuurlijk veel aan het reizen en ja, ik aan het werk. En ja, hij heeft zijn ding en ik heb mijn ding. Dus, ja. En waarom ben jij gaan darten dan? Omdat ik het leuk vind. Ja, ja, puur vrijdagavond met wat vrienden naar de kroeg. Dus toch een beetje in de kroeg zijn en een beetje actief bezig zijn. En dan kun je een beetje op tijd naar de kroeg. Hè? En ja, gewoon een leuk spelletje. Dus, ja. Jullie club die heet de Invoerders. Wat is dat voor een vereniging? Waar zijn jullie thuis en wat voor een vereniging is dat? Wij komen van een kroeg, dat heet, was vroeger het Oude Nest. Dat heet, tegenwoordig heet dat de Uitvoerder. Ja, dan zouden we ons heel makkelijk de Uitvoerders kunnen noemen. Maar dan denken we, ja, we doen net ietsje anders en dan hebben we de Invoerders ervan gemaakt. Ja. Een kroeg met een van de meeste dartteams in Bokstel. Wordt een beetje op niveau wordt er wel gedacht. Een goede kroeg om te darten met veel banen. Waar je ruimte hebt, waar je goede borden hebt. Ja, wel echt een kroeg wat geschikt is om te darten. En dat is eigenlijk de reden waarom wij daar dit jaar zijn gooien. Dat je toch tijdens de wedstrijd door een beetje kunt blijven gooien. Wat je hier bijvoorbeeld niet zo goed kunt. Maar kun je iets meer vertellen over de competitie? Er zijn klasses. Ja. Is dat landelijk, regionaal? Wat voor regionaal? Wat voor klasse is dit? Hoe gaat dit eigenlijk? Nou, wij gooien dan in de BDC, zoals dat zo mooi heet. Dat is de Bossen Dart Competitie. Dat bestaat uit 4 divisie. Eerste, tweede tot en met de vierde uiteraard. En je beschikt ook over een eredivisie. En als je gaat kijken, de eredivisie, dat is één pool van 12 teams. Eigenlijk de beste teams in dit stukje van Brabant. En dan heb je 2 teams, een 1A en een 1B. Dat zijn de eerste divisie. En zo wordt het elke keer wat meer. Zo heb je volgens mij 4 in de tweede divisie. Aantal teams meer in de derde. En nog wat meer in de vierde. Ja, en elk jaar spelen mensen voor promotie en degradatie duel. Om ja, een klasse hoger te gaan. Maar ja, kan ook een klasse lager natuurlijk. Ja. En jullie zitten in de? Tweede divisie. Al jaren eigenlijk. Doen een beetje mee. Wij zeggen zo'n mooi linkerrijtje. Dat proberen we altijd te eindigen. In de laatste 5 jaar is dat gelukt, denk ik. Dus ja, we zijn tevreden. Tevreden. Tweede divisie ploeg. Ja. Is er bij darten niet een soort transfersysteem of zo? Dat je goede spelers aantrekt van andere ploegen? Dat is er wel. Dat gaat zonder geld dan of zo. Dat is denk ik meer de gezelligheid. En ons kent ons. Wij gooien toch wel een aantal jaar denk ik met een vrij stabiel team. Het ene jaar heb je er iemand nieuws bij, het andere jaar verdwijnt er iemand. En dan heeft dat meer te maken denk ik, met wat meer of minder tijd hebben privé. En ja, of een team stopt en daar maak je gebruik van de spelers. Als je gaat kijken, echt de spelers op niveau, ja, die gaan zo naar de eerste en vaak de eredivisie. Mensen weten die er wel tussenuit te plukken. Ja. Maar dat weten die jongens zelf ook wel. Hè. Die hebben ook wel die ambitie om, ja, om hoger te gaan gooien. Ja. Heb jij die ambitie ook? Nee, ik vind het leuk zo. Ik zou die ambitie misschien wel hebben als je 3 keer in de week zou aan het trainen zijn. Maar ik kan me niet indenken dat er mensen bij ons in de ploeg doen. Misschien 1 keer. Ik en niet in ieder geval. Tja, je hebt gewoon je werk en je ding en andere hobby's ook nog. Maar ja, als je de eerste divisie gaat spelen of eren. Ja, dan wordt er eigenlijk wel van je verwacht dat je 2-3 keer in de week toch in de kroeg verschijnt. Ja, dat je gewoon een pijltje gooit. Ja. Dus betekent dit dat ik nooit van mijn leven zal zien op de World Dart Federatie Van Gerwen tegen Van Gerwen? Dat kun je wel zien, maar niet op televisie, nee. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb hier 2 seniorleden naast me zitten, Teun Vlamings en Jasper van der A. Beide al heel lang lid van Taverbo.
Jasper. 99 geloof ik. Net toen we hier het gebouw betrokken, ben ik lid geworden. Zo, en jij? Ja, ik ben inmiddels 23 jaar lid. Dus ik ben begonnen bij de La Salle nog. En ik heb de verhuizing naar deze accommodatie nog meegemaakt. Ja. Hoe is het zo gekomen om te gaan tafeltennissen en niet te gaan voetballen? Ik heb ook gevoetbald. In eerste instantie en daarna nog getennist. En toen ging ik wel eens met een klasgenootje die hier lid was, een potje pingpong op de vrijdagavond. Mijn vader en moeder die waren al lid. Die vroegen van ja, wil je anders niet ook gewoon lid worden, want je gaat toch wel eens hier een balletje slaan. Dus zodoende eigenlijk. En hoe is het bij jou gegaan? Ja, ik heb toen ik een jaar of 10 was meegedaan aan het taptoe toernooi. Dat was een basisschoolkampioenschap. En ja, toen vond ik het zo leuk, toen ben ik eigenlijk direct lid geworden. Ja. Nou spelen jullie allebei competitie. De een in heren 1 en de andere in heren 2. Zegt mij verder niks hoe hoog dat is, maar vertel eens, hoe hoog is dat? Wij zitten met heren 1 en 2, een beetje in de hoogste regionale kontrijen, zeg maar. Dus daarna krijg je de landelijke divisie. En wij spelen in de hoogste, ja, hun spelen dan in de hoogste afdeling, wij om de 1 na hoogste afdeling. En daaronder heb je nog een klasse of 7. En daarboven nog een klasse of, wat is het, 3? 3, ja. Dat is regionaal. Wat moet ik onder regionaal verstaan? Regionaal is Brabant en Zeeland in ons geval. Dus wij kunnen ook zomaar op een vrijdagavond lekker naar Middelburg met de auto mogen. Dus ja, dat is nog wel redelijk wijdverbreid gebied. Om dit te bereiken, hoeveel moet je dan trainen? Ja, je hebt wel echt heel veel uren nodig om boven in de regionale klasse te komen. Sowieso als je vanaf de derde klasse of tweede klasse senioren, dan moet je wel echt jarenlang ervaring hebben en een training achter de rug hebben. Tafeltennis is zogenaamd ook een ervaringssport en je moet heel veel dingen, situaties herkennen, want het gaat allemaal redelijk snel. Dus je kunt de basisslagen wel in huis hebben, maar voordat je echt wedstrijden gaat winnen, dan ben je echt wel een aantal jaren verder. Ja. Jullie zijn actief in de vereniging, op allerlei manieren heb ik gehoord. Ja, ik heb zelf een aantal jaren de jeugd mee training gegeven. Op dit moment hebben we een goed trainerstaf, is er niet nodig. Maar ik zelf zet me dan in namens de PR-commissie, zodat we voldoende sponsoren hebben binnen onze club om de kosten goed te kunnen dragen. En ik organiseer de toernooien mee, de interne toernooien die wij jaarlijks organiseren. En, een van de zijn de Open Boxers Kampioenschappen. Dat is echt een heel bekend toernooi in omroep of ja, in regio Brabant. En op 20 oktober, op zondag 20 oktober houden we deze weer. Dus bij deze is iedereen uitgenodigd om te gaan kijken hoe het spelletje echt gespeeld moet worden. Boxers Kampioenschap, is dat hetzelfde als de clubkampioenschap? Nee, het zijn de Open Boxers Kampioenschappen. Dus daar komen ook echt spelers uit heel Brabant en Zeeland. Die komen hierop af. En ja, er zit ook gewoon echt subtop van Nederland doet hier aan mee. Ja. Jij doet ook van alles nog in de vereniging? Ja, ik schrijf af en toe een stukje voor de krant of de website. En voor de jeugd ook niet? Ik heb een tijdje een jeugdteam gecoacht. Dat doe ik nou inmiddels niet meer. Maar ja, zo af en toe een beetje de helpende hand her en der toesteken. Dan nog wel. Bardiensten draaien, toch? Jasper draait ook bardiensten bijvoorbeeld. En, dat doen we allemaal. Het is eigenlijk de bedoeling als je lid bent van deze vereniging dat je je gewoon ook breed inzet. We zijn een relatief kleine club met 120 leden. We hebben een flinke eigen accommodatie. Dus dan is om de kosten ook beheersbaar te houden, zul je ook gewoon heel veel activiteit ook zelf moeten doen. Zodat we geen personeel hoeven in te schakelen en dat alles betaalbaar blijft.